Yo mensen, wat is de gaming kanaal? Wij gaan vandaag een update video doen, samen met Ronald. Ja, en ik vlieg heel langzaam. Nee, maar jongens, wij gaan binnenkort een 6 uur livestream doen. Wait, what? Ja, inderdaad. Deze week nog, als het goed is. Ja, hopelijk deze week nog. En Jordi, wat gaan we doen in die 6 uur livestream? En ja, wanneer gaan wij livestreamen? Wat moet er eerst gebeuren? Als jij de 300 abonnees haalt. Ja, ik heb nu, wat is het, dik 280. Dus er moet nog even iets van 20 subjes bij. En dan gaan wij zo snel mogelijk livestreamen. En het zou helemaal geweldig zijn als Jeroen, gratis Game TV, ook de 100 subs haalt. Want dan mag hij ook meedoen in de livestream. Hij gaat sowieso meedoen, maar dan zou het extra speciaal zijn. Maar jullie, wat voor games gaan wij livestreamen? Nou, Minecraft en nog meer. Alleen we weten nog niet precies wat. Dus zullen we aan de kijkers vragen wat we moeten doen? Ja, wat willen ze zien? Het moet natuurlijk, ja, Jordi, wat voor games eigenlijk, waar kunnen ze uit kiezen in principe? Want straks zeggen ze bijvoorbeeld GTA, maar ja, ik heb niet alle GTA's, dus ja, dan zijn dat ook weer lekker. Weet ik niet. Probleem. Even kijken, nou. Maar als we in Minecraft gaan, wat gaan we dan doen in Minecraft? Ja, Minecraft servers. We gaan sowieso nog wel even, denk ik, op die PvP server, even een kwartier, een half uurtje of zo. Ja, we gaan natuurlijk ook even met kijkers gamen. Ja, we gaan nog even, we gaan in principe allerlei dingen doen. We gaan nog even Ronald speelt Minecraft doen, misschien zelfs wel. Ja. We gaan minigames, lekker voor minigames doen. Misschien dus, ook maps. En we gaan misschien dan, als we dan zo'n map installeren, gaan we ondertussen misschien een Q&A doen of zo. Ja, Q&A gaan we wel doen. Maar ja jongens, dus we zullen allemaal kijken zoiets van hebben. Wat moeten we dan doen? Gaan we naar Jordi's kanaal of gaan we dat op Ronald's kanaal doen? Maar jullie krijgen er allemaal informatie over als jullie ook ons even volgen op Twitter. Dan krijg je extra meer en dan krijg je meer informatie. Ja, dan worden dingen veel sneller helderder. Want dit idee hebben we al ongeveer, wat, 2 weken? Ja, we weten nog niet precies hoe en wat we gaan livestreamen. En ook nog niet waar. Op welk kanaal, precies, op Twitch, ik weet niet. Ja, kijk, het is bij mij, kijk, het lijkt me wel leuk om mijn eerste echte livestream te doen. Want Jordi heeft al een keer gelivestreamd op mijn kanaal, 2 keer zelfs. Maar ja, het lijkt me wel cool om dat op mijn kanaal te doen, want dan zien jullie mijn awesome perspectief. Nee, maar het lijkt mij gewoon super awesome. Maar ja, die livestream is ook een beetje voor de 1000 subs voor Jordi, de 300 subs voor mij. De bedank naar jullie, of het dankjewel. Het is gewoon alles bij elkaar een beetje. Het scheelt ons weer minder werk, hoewel we zijn wel 6 uur bezig met livestreamen, dus dat wordt wat. En die livestream laten we dan denk ik beginnen om, wat, een uur of, wat zal het zijn, 11 gaan we dan beginnen of zo. Dan stoppen we om 5 uur, want dan moeten de meeste mensen eten en zo, dus ja. Ja, ik weet niet. Ja, zo gaan we doen. We gaan in ieder geval wel zorgen dat iedereen... Laat het jullie over, wat jullie willen, dat we livestreamen. Ja, games en waar willen jullie ook dat we livestreamen? Willen jullie dat Jordi gaat livestreamen? Willen jullie dat ik ga livestreamen? Zeg het gewoon even, lijkt me ook cool dat ik ga livestreamen, maar ja, whatever natuurlijk. We kunnen ook soms even af en toe even omwisselen met... Ja, het is nog wel even de vraag of ik dan alvast wel dat snellere internet heb en of ik dan de 300 subs heb. Want als ik deze week nog niet de 300 subs haal, ja, maar dan wordt het volgende week. Maar ja, als ik nog niet sneller internet heb dan die tijd en ik kan dan nog niet livestreamen, dan doe ik het lekker op Jordi's kanaal. Want ik wil nog wel even een teststream doen natuurlijk, dus ja. Maar ja jongens, laten we eens even achter wat voor Minecraft zooi moeten wij doen. Ja, en misschien ook nog andere zooi. Ja. Niet alleen Minecraft, natuurlijk misschien ook van Happy Wheels of zo, of ja, iets. Iets in die trend. Maar we gaan ook gamen met kijkers. Ja, gamen met kijkers gaan we ook doen. En we gaan niet echt random mensen toevoegen. Awesome. Alleen voor gamen met kijkers. En als dit is afgelopen, dan doen we er weer. Ja, dan gaat er in principe de ene gaat er dan uit de call. En dan komt er weer een nieuw iemand in of zo. En dat doen we dan iets van 2 uur lang of zo, gamen met kijkers, weet ik veel. Ja. En ondertussen kunnen we ook allemaal vragen beantwoorden, doen we ja, ondertussen. Ja, Q&A en zo, dat mag gewoon allemaal. Maar er zijn wel een paar momenten wanneer we geen Q&A kunnen doen, bijvoorbeeld in die PvP-server. Ja. En als het mee zit, en Jeroen kan ook meedoen, dan gaan we misschien nog wel wat triple survival livestreamen, dus ja. Ja. Dus ja, het is gewoon kijken wat kan iedereen en bla bla bla. We gaan het wel in het weekend doen, jongens, dus. Ja, want dat is handig. Dat die chiquer gaan. Want ja, kijk, de planning was dat ik dit weekend sneller internet zou krijgen. Maar hopelijk gaat het lukken. En anders dan streamt Jordi gewoon. Hopelijk dit weekend. Ja, hopelijk dit of weekend. Of misschien... Ja, of... Ja, ik weet niet of het morgen kan. Wat, morgen livestreamen? Ja. Nou, dat ligt aan wanneer jij die 30 abonnees... 30. Ja, 300 abonnees hebt natuurlijk. Nee, ik zou... Ja, misschien volgende... Ja, ik denk wel dat het eventueel volgende week kan. Het lijkt me sterk dat ik... Denk ik nog deze week nog zoveel subs erbij krijg. Nou, weet ik veel. Laat eens even zien wat er nog mogelijk is, jongens. Dus ja. Ja. En ja.
En dan, laat dus even een reactie achter met wat we moeten livestreamen en ja. Wat we dan gaan moeten en doen. Laat ook gewoon even allemaal likes achter en leuke comment, met al die support, dat houdt ons, dat geeft ons motivatie, ja. Ja, en dan doen we meer voor jullie. Ja, dan doen we echt gewoon meer voor jullie, komen er meer video's. Dus hoe meer likes, hoe meer video's. En hetzelfde geldt voor mij, hetzelfde geldt voor jullie, hetzelfde geldt voor Jeroen, hetzelfde geldt voor alle YouTubers eigenlijk, dus ja, elke YouTuber. En er zijn ook nog wat random mensen die komen in de stream, zoals misschien Tim wel, en nog wat andere mensen. We gaan ook Minecraft Minigames livestreamen. Misschien gaan we zelfs op Battledome ook livestreamen. Capture the Womb. Misschien kunnen we ook nog wat mensen toevoegen aan het Skype gesprek, dat we dan even wat... Ja, het lijkt mij echt super gaaf dat we iets van Capture the Wool gaan livestreamen ofzo. Misschien gaan we wel Capture the Wool livestreamen. Laat even achter of we dat moeten doen. Battledome wordt wat moeilijker, want daar hebben we comments voor nodig van World Edit. Maar misschien lukt dat zelfs wel, dus... ja, ik maar heb dan spreken wij jullie later. Dan eindigen we hier de video. Ja. En zien jullie later. Ja, laten we eens kijken of, zien we jullie of ook onder bij mijn video hier 20 likes onder kunnen. 20 likes voor mij. En ik weet niet hoeveel jij likes hieronder wilt hebben, maar... Nou, mij boeit het niet. Het zou wel grappig zijn als we een keer de 40 likes halen. Ja, dus bij mij de 20, bij jullie de 40. Nou, dan spreek ik jullie later. Later mensen.